Yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Zoet. Ik moet weer de Durpshoe en ik moet echt toe gaan geven, jongens. Ik vind de Durpshoe echt gewoon een van mijn leukste playthroughs om te doen. Gewoon om het feit, wel, het is eigenlijk best wel redelijk makkelijk en snel tegenwoordig. Want wel, naarmate ik meer subs krijg, echt jongens, by the way, bedankt voor alle support. En voor het abonneren en voor het liken. Ik krijg er zoveel subs bij nou de laatste tijd. En ja, sommige mensen vinden het helemaal niet veel, maar ik vind het echt heel erg veel. Want wel, ik doe in principe alles in mijn eentje. Qua, ja, kanaal zeg maar. Ik werk wel samen met wat mensen, maar je hebt niet echt een kanaal natuurlijk. Maar, ja, Durpshoe is dus echt gewoon een fantastische playthrough. Want wel, echt veel mensen die reageren nou. En wel, het dier wat we vandaag gaan plaatsen is dus ook een fennec. 3 mensen hebben dan ook om dit dier gevraagd. Dat was best wel close, want er waren ook wat mensen die zeiden ijsbeer. Er waren echt zoveel mensen die verschillende dieren zeiden. En geloof me jongens, ik ga ook nog wel een paar dieren doen die mensen echt gewoon heel lang hebben gevraagd. Zoals een jaguar. En iemand vroeg ook een lynx of zo. Dat ga ik nog wel een keer doen. Maar ja, we gaan nu gewoon even met de fennec aan de gang. Want dat had ik hier principe in de planning om te doen. Dus ja, maar goed, laten we maar even de zoe gaan opstarten. Durpshoe 1. Eens even kijken. Mijn keel is helemaal verkrekt vandaag. Wat is dat toch steeds? Zo drink je een kopje thee, jongens. En ik recht erover. Heerlijk. Oké. Maar goed, we gaan niet alleen fennec plaatsen vandaag. We gaan ook, zeg maar, een soort reservaat maken voor woestijndieren. Ja, zoals je ziet, de zoo wordt best vol. Maar ja, ik ga dat gedeelte denk ik hier doen. Want er komen echt wel veel dieren in dat stuk. Dus ja, ook rustluier 2 heeft in de omhanger. Die beest moet nu surren. Ik ga ook nog eens even wat dingetjes doen hier zo rondom het park. Oh my god. Er is wel aardig wat mis met jou. Even kijken. Leggen we even wat. Ja, wat spul je neer. Ik snap niet, hoe kan die nou honger hebben? Dat is hier zoveel rotzooi. En er is ook allemaal speelgoed hier. Echt zo. Is nu alles weer prima? Ik snap dat niet. Oké, even kijken. Dit is kritiek. Slapen. Ja, ga dan slapen. Er is hier zo'n hol. Kom dan. Kijk. Nou, dan zal ik hier nog wel eten gaan plaatsen. Jongen. Ik snap dat hele moeilijk gedoe niet. Oké, nou. Hygiëne. En dat is allemaal wel goed. Sociatie tevreden. Stimulatie. Ja, maar hij heeft genoeg speelgoed beweging. Ja, daar kan ik ook allemaal niks aan doen. Dit beest is gewoon volgens mij gewoon gebukt ofzo. Want wel, het is een game. Dus je moet altijd ook in het achterhoofd houden dat soms iets gebukt kan zijn. Even kijken. Ik heb het wel een keer eerder gehad ook. Dus ja, even kijken. Goed, woestijn. Hallo, ik wil graag even een woestijn hebben. Dank u wel. Goed. Wel, het leek me leuk om een soort van verblijf te maken waarin we zeg maar alle planteneters van de woestijn gaan doen. Dus bijvoorbeeld dit beest en dit beest ofzo. Ik weet het niet. En dan bijvoorbeeld hier een verblijf met de Velociraptor. Want wel, die wil ik echt heel graag gaan plaatsen. Als we daar in deze episode niet naartoe komen, dan zullen we daar misschien in de volgende episode wat even wat meer tijd aan gaan besteden. Dus ja, even kijken. We gaan, ja, dan de fennec. Die kan wel in principe allerlei hacken. Even kijken, oké. Sableorks. Ik zit even te kijken, want de fennec die kan niet echt veel hekken hebben, zo te zien. Dus, oh, Dodo 8 zou tegenkomen, oké. Dus ik moet al iets van dit gaan doen. Dit is best wel balen, want moeten we een apart verblijf voor de fennec gaan maken dan? Of wacht, misschien kunnen ze allemaal deze lage stenen muur hebben? Ik weet het niet. Nee, dan kan deze dat weer niet. Heffedorie. Moet ik dan de fennec ergens anders gaan maken of zo? Want dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Even kijken, dan, ja, ik kan het hier doen. Kijk, dan doe ik hier gewoon het Velociraptor verblijf. En dan doe ik hier gewoon dat fennec. Dan doe ik hier gewoon het fennec, zo. En dan, ja, dan kunnen we dat doen. Even kijken, dan doen we het zoiets als dit. Zo, met dit. Zo, ja, hierachter kan ik dan bijvoorbeeld de stal voor dit beest doen of zo. I don't know. Kijk, dat is een beetje groot voor eens voor een paar fennekjes, hè. Kan ook wel kleiner, oh mijn god. Nou, zoiets als dit of zo, I don't know. Fennek hebben we in ieder geval ruimte nodig, dus doen we dit gewoon. Kijk, dit is prima, denk ik. En anders, ja, anders kunnen we het nog uitbreiden. Kijk, doen we lekker zand. Lekker zandgrond, oké. Bezoekers hebben meer toiletten nodig, dat snap ik wel. Even kijken, maar hier is al een toilet, jongens. Er zijn gewoon in principe wel overal. Nou, ja, er zijn niet echt overal toiletten, hè.
Ja, maar hier, ja, daar is dan wel weer een toilet. Kijk, het is gewoon, mijn zoo is gewoon enorm groot. Kijk, want hier zijn toiletten, hier zijn toiletten, hier zijn toiletten en hier zijn toiletten. Maar ja, lopen hier ook mensen of zo? Nee, hier lopen geen mensen. Nou ja, ik zie dat later allemaal wel even kijken. Oh mijn god, er is even een oog. Kijk, grasland. Huppakee. Goed, fennec, huis, shelter, ding. Dit is wel leuk. Zo, doen we hier zo'n ding. En dan kunnen we hier nog zo'n dingetje doen eventueel. Reuzenpanda 2 heeft enorme honger. Ja, dat zal wel. Alleen het beest heeft wel eten. Is mijn zoo gebukt of zo? Het beest heeft toch genoeg te vreten? Heeft hij meer nodig? Nou, dan heb je het meer eten. Eten, eten. Ieder dier wil eten. Ik vind het wel een beetje raar vandaag hoor, in de zoo. Misschien is het gebukt of zo, ik weet het niet. Even kijken. Nou, wat zullen we doen? Ik wil een soort van dicht ontwerp hebben. Een soort oase design. Dus zeg maar echt met van dit soort bomen helemaal. Zodat ze zich echt gewoon lekker ja, dicht begroeid en thuis voelen. Even kijken. Er doen we nog wat van deze ertussen. Want wel, je kunt een open desert en een wat ja, bekloosde desert maken. Zoeken ze wel meer toiletten nodig. Ja, oké, okay, dan zal ik het maar gaan regelen. Want, ja. Tyrannosaurus 2. Alweer? Jezus. Ik snap het echt niet. Er zijn hier gewoon. Ja, hier denk ik dan was er waarom ze gaan zeuren. Oh, begin ik eens moeten mouwen, lolcats. Lijkt ik een beetje volgens mij. Is hier überhaupt wel. Nee, hier is geen toilet. What the fuck? YOLO! Holy shit. Oké dan. Wat is falend? Even kijken, dan zou ik hier maar even het toilet neerzetten, denk ik zo. Nu goed, jongens. Nu hebben jullie een toilet. Nou, toch wel goed. Oh mijn Jezus. Geweldig. Moet nou toch wel goed zijn, of niet? Er is nu een toilet. Ik heb hier helemaal geen toilet geplaatst. Nou ja, hopelijk is het gezeur nu over. Want meestal is. Oh, Dodo 5 heeft enorm dorst. Dan doet Dodo 5 gewoon weg. Dat zorgt ook weer dat we wat meer bekendheid krijgen over de zoo. Even kijken. Kan ik nu eindelijk verder met mijn fennec verblijf? Hier, we hebben een drachtige olifant. Komt nooit voor, zo wat. Dat is wel cool. Even kijken. Doen we wat aloe vera. Of wat avagras of zo. Aloe vera is dit spul. Ja. Even wat woestijngras. Even wat van die dingen die zijn grappig. Kijk. Zoekers van je dierentuin geweldig. Dat is mooi. Dus kijk, nu zie je wel dat als ik gewoon zoiets heb geplaatst, dat ze dan gewoon alles meteen weer prima gaan vinden. Even kijken, soort van die dingen. Even kijken, wat vis zouden ze wel lekker vinden, denk ik. Goed, ik moet wel zorgen dat ze natuurlijk wat water hebben, want anders krijg ik daar weer gepiep over en daar heb ik geen zin in. Doen we één zo'n zombie, of zombie flesje, maar wat Minecraft. Dit doen we gewoon even zo'n dino vlees ding daar. Even kijken, een rots. Een rots. Willen de fennec ook rotsen? Ja, dat willen ze wel, denk ik. Nog meer planten nodig of zo. Ik wil eigenlijk wel zo'n zoiets hebben. Die zijn wel chill. Of nou, nee. Gewoon, dit is prima. Ik wil wel, ja, één zo'n cactus. Dat is wel cool. Oh, Amerikaanse bever gaat jonkbouwen. Oh, dat wil ik zien. Dat wil ik zien. Dat wil ik zien, dat wil ik zien, dat wil ik zien. Waarom loop ik met zo'n lage framerate? What the fuck, man. Nou. Wie ben jij dan? Oh, nou ja. Jong, jong, jong. Oh, hallo. Struisvogel 5 is uit het ei gekomen. Jezus, plat die beest zich snel voor. Huh? Hebben we al. Oh, halleluja. Kijk, het ziet er echt episch uit van dit soort mode. Kijk. Zo grappig. Oké, kijk, we zijn op het fennekverblijf. Kan ik nu eindelijk gewoon mijn fennek gaan plaatsen? Mannetje, vrouwtje. Zo. Nou, ik ga het verblijf niet groter maken. Want het is gewoon niet nodig. Even kijken, doe even zo'n ding. Hier, personeel ingang. Doe even personeel even toevoegen. Zo. Kunnen we hier iets fancy's doen van een desert of zo? Even kijken, wat mij wel cool lijkt, is als we hier iets van een ijsbeerverblijf gaan doen of zo. Kunnen we in de volgende episode wel doen, want er waren wel wat mensen die ijsbeer zeiden. Dus dat kunnen we in de volgende episode wel doen, eventueel. Als je nu nog steeds een ijsbeerverblijf hebt, dan hebben we nog helemaal geen toendraafverblijf. Wat me wel episch zou zijn, kunnen een ijsbeer en een muskus als een samen. Het zal wel echt cool zijn. Volgens mij in het echt niet. Maar ja, dit is een spel, hè? Je weet het niet. Het zou me wel cool lijken als dat echt helemaal kon en alles. Even kijken. Maar goed, ik moet dit even aangepast hier. Goed, wel. Eerst dit maar even, denk ik. Want wel.
De mensen moeten dat ook kunnen zien. Oké. En nog even een bankje. Voor donatiebox erbij. Gewoon twee donatieboxen is in principe meer dan genoeg. Hier moet ik nog wel wat... Oh ja, dat zijn piraten donatieboxen ook, hè. Zo, doneer aan mijn zielige... Wat zijn het in godsnaam? Witte haaien, ja. Zo, ver kijk eens. Pom, pom, pom. Oké, nou hier nog. Het zou me wel cool lijken om vorige seizoen 2 van Zoo Tycoon 2 de Durpsoe. Om daar eventueel een... weet je, moet ik al wat te gebruiken. Zoo Tycoon 1, dat lijkt me zo droog. Even kijken, nou we gaan even bij de Phoenix kijken. Kijk, het is zo random gewoon hier allemaal... Oh mijn lag. Frame drop. Jezus, oké, daar. Wat ben ik ook, okay. Jezus, ik ben niet aan het renderen of zo, maar dat doet het wel vaker. Mijn computer gaat dood, help. Even kijken, zal dat zijn, hè. Even kijken, oké. Okay. Alsof Fennec doodgaat, oh mijn jezus. Alsof Fennec doodgaat, komt er zo'n karkas te liggen, hè. Doesn't make any sense. Het zou gewoon cool zijn als je gewoon een Fennec had, zo, die gewoon lag, als zijn buik helemaal open was en alles, waar alle ingewanden naast ziet liggen. Laat even achter in de comments of dat cool zou zijn. Like deze video als dat echt gewoon iets zou zijn waar je echt gewoon zoiets hebt van, oké, okay, dat zou echt een geweldige aanvulling zijn voor Zoo Tycoon 2. Goed, wel, tot zover Fennec. Dan kunnen we hier dus eventueel het ijsbeerverblijf. Je dierentuin is bekendig, maar dat was... Right. Goed, wel. Nou moeten we dus nog even iets verder gaan doen. Even kijken. Dan wordt dit gewoon de 30e episode. Even kijken. Dan gaan we hier... Grijze wolf is nu erachter. Oké. Okay. Goed, dan gaan we hier het verblijf voor... Even kijken. Wat kun jij voor gek? Even kijken. Oké, okay, dat hek. Dat lijkt me wel leuk om hiervoor te gebruiken. Dan kun jij ook dit hek. Oh ja, jij bent dat. Kan die dromedaris ook dat hek? Ja, de dromedaris kan het ook. Kan de schildpad dat ook? En de schildpad kan het ook. Goed, dan stemmen we het even af op dit beest. Even kijken, dan doe ik even dit hoor. Als jullie het niet erg vinden, natuurlijk. Zo, wat dit moet even. Oké, zo. Nou, nou moeten we even het hek erbij pakken. Vroeger gebruikte ik altijd dit hek. Schutting met venster. Echt niet normaal. Echt gewoon 24-7. All day long. Even kijken, zo, dit is wel groot, denk ik. Groot genoeg, zo, prima. Kunnen we hier een heel mooi desert verblijf van maken. Even kijken, nou, even dit. Dan doen we zand met rotsen, natuurlijk. Dat staat wel leuk hier, denk ik. Dus ik heb wat anders. Oké, okay, zo. Desert hou ik altijd van om zelf gewoon in te delen. Dat vind ik altijd het leukste om te doen. Desert is ook een van mijn favoriete biomes in principe. Een stal, 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 stal. Kijk, dat doen we hier dan hebben ze privacy. Even kijken, jij kunt, ja, dat dier heeft die stal, heb jij ook die stal? Ja, jij hebt hem ook. En jij moet natuurlijk even zo'n umbrella, ella, nee, oké. Even kijken, dan hebben we nog wat van die boom nodig. Kijk, doe rond de stal van dit soort bomen. Oh mijn jezus. Help, help, oké. Okay. Zo. Mensen high 5, holy shit man. Het is best wel cool. Al die dieren. Even kijken wat van die cactussen natuurlijk. Dat staat altijd wel chill in de zoo. En natuurlijk gewoon wat palmbomen. Palmbomen. Oké. Hebben jullie by the way laatst die mermaid gezien? Dat is best wel epic. Even kijken. Kijk, ik heb het opgenomen. Even kijken. Even zo. Trogjes met water. Zetten we hier gewoon een trog met dit neer, trog met dat. En dan hier nog gewoon wat extra substanties of zoiets, ik weet niet hoe je dat noemt. Even kijken, dan kunnen we hier nog wel even wat gras neerleggen. Wat vindt de schildpad eigenlijk lekker? Schildpad vindt sla, oké, okay, gras, dat is dus goed. Kijk, dit is dus, ik moet het gewoon tot de hele zoo heen doen, want anders dan... Krijg je gezeik van, die schildpad, die heeft honger. Maar ja, dat beest, dat is ook zo langzaam. Dus dat beest, dat kan ook niet zo snel lopen, hè. Dus, even kijken. Oké, okay, speeltjes, dat komen later pas. Even kijken, oké, okay, wat vind jij lekker, meneer Dromedaris? Holy shit, die vindt veel lekker. Even kijken, doe even gewoon zo. Even kijken, doe even wat water bakken voor ook die schildpad. Oké, okay, en dan hier nog even wat, als die schildpad daar komt, heeft hij daar ook wat. En even wat hooi. Zo, volgens mij heeft iedereen nu wel genoeg eten. Als we daar gezeur over krijgen, dan zullen we even kijken wat we dan kunnen doen. Even kijken, wat stenen natuurlijk. Dat staat altijd leuk in de dierentuin.
in het verblijf. Tenminste, vind ik. Even kijken. Planten. Nou, zijn gras lijkt logisch. Oké. Even kijken nog wel van die dingen. Ik vind het toch allemaal even leuk, dus wat dat betreft. Wat van die rare grassen. Wat afhagen gras of zo, I don't know. Uit aloe vera. Je kunt ook helemaal doen dat de dieren ziek worden. Hè? Dat zijn allemaal nog dingen die voor de het uitbrengingspakket zitten. Dat is zo cool. Nou, de andere beesten. Even kijken. Jij vindt likstenen leuk. Oké, wel krijg je likstenen. En de schildpad, die vindt de warmtelamp leuk. Nou, krijgt hij een warmtelamp. Krijgt hij 2 warmtelampen van mij. Met wat wortels. En een speelbal. En nog met wat appeltjes of zo. En het beest krijgt ook een teerput. Alleen ik weet niet waar. Waar zal ik een teerputje doen? Daar een teerputje. Prima, doen we daar een teerputje. Nou, even personeelsgang doen. Dat is een wat langere episode vandaag, maar is ook wel leuk, denk ik. Zo, daar één. Daar één. Even kijken. 1, 2, 3. Mensen toewijden hieraan. Oké, dat is 1. Daar is 2. Daar is 3 zo. Nou, kunnen we dit beest gaan plaatsen. Even kijken. Doe even 1, 2, doe er 3, oké, is prima. Wat sable orks, mannetje, vrouwtje, kudde maken, hè. Even de dromedaris, doe gewoon een mannetje, vrouwtje. Jee, nou, dan moeten we denk ik wel wat krijgen, want het is ook gewoon zo, je krijgt ook meer, ja, sterren, zoals je ook beesten echt gewoon, ja, bij elkaar inplaatst. Tenminste, dat heb ik ergens gehoord. Kun je ook een prijs voor krijgen volgens mij, I don't know. Misschien is het dan leuk om in seizoen 2 gewoon alle, ja, hoe noem je dat? Oh shit. Ik kan niet bij voeder pakken, oh, oké. Maar misschien kunnen we in seizoen 2 zo gaan doen dat we alle challenges gaan doen. Dus bijvoorbeeld dieren bij elkaar inplaatsen. Of we kunnen eventueel het met geld gaan spelen. We gaan het in ieder geval anders doen dan deze. Amerikaanse BV3 was zich voorplant. Oké, doei Amerikaanse BV3. Even kijken. Zie je, dit is echt best wel chill. We hebben echt heel veel dieren. Dat is best wel cool. Even kijken. Nou moet ik alleen nog even iets van een donatiebox plaatsen. Want wel, de rest heb ik allemaal al gedaan. Even kijken. Zo, gewoon een paar donatieboxen. Zo, hier wat of zo. Even kijken. Hier wil ik iets van die afdakjes. Want die vind ik altijd heel leuk om te doen. Oh, wat is dit nou? Gewoon mijn moeder heeft ruzie met de kat. Waarschijnlijk zie je die snoes weer te plagen of zo. I don't know. Goed, even kijken. Dat ziet er goed uit. Nou, hier nog eventjes iets wat niet kan. Geweldig. Kan hier nog zo'n ding? Nee, geweldig. Great. Even kijken. Nou, het ziet er in principe wel redelijk uit. Alleen, ik ga wel even, denk ik, in de volgende episode hier kraapjes maken en alles. Want ik zag net wel even mensen willen een toetje en alles. En dan komt ook wc en alles komt daar. Even kijken. Want wel, ik, ja, oké, dan lopen mensen maar iets verder als ze dat willen hebben. Goed. Oh my god. Oh mijn god, die liep te poepen. Zag je dat? Even kijken. Dit ziet er best wel cool uit. Een beetje puinhoop, oké. Maar hier is gewoon pad. Hier is gewoon pad. Hallo. Oh, hij eet de appel. Om nom nom. Warmtelamp. Goed, een speelbal. Hey, verzorger. In je face. Boom. Even kijken. Hier doet. Vervullen, zo. Wat niet kan, oké. Okay. Oh, dromedaris. Oh, hallo. Wat is die lelijk? Kijk dan, lijkt wel alsof die een auto-ongeluk heeft gehad of zo. Even kijken. Ik loop echt gewoon 16 frames. What the fuck, man. Oh, en dan gaat het weer omhoog naar 30. Wauw. Even kijken, ik wil nog even bij de Sable Orcs kijken of zo. Dan doen we Velociraptor, denk ik, een andere keer of zo. Volgende episode lijkt me wel leuk om iets van een ijsbeer te doen of zo. Grijze Wolf 8 heeft ook al een jonk gebaard. Wauw. Even kijken, oké. Okay. Nou goed, weet je wat jongens, ik ga het hier gewoon bij laten. We hebben redelijk wat voortgebracht vandaag in deze dierentuin. Dus ja, hier kunnen we in principe in de volgende episode wel een ijsbeer doen. Als je de volgende keer een ijsbeer wilt jongens, laat het even achter in de comments. Want dan gaan we hier een ijsbeer doen, gaan we een klein pleintje maken. En wel, dan gaan we hier ook nog even het hele plein gebeuren maken, zodat de mensen hier in ieder geval wat hebben. Amerikaans kan niet bij een holle boom staan. Even kijken, dan moet ik hem even anders neerleggen natuurlijk. Kijk, dan leg ik hem. Ja, geen wonder. Die warmtelamp zit in de weg. Of nou ja, dat nou ook weer niet echt. Even kijken, oppakken. Leg ik hem hier neer. Maar goed, jongens, weet je wat? Bedankt voor het kijken allemaal. Wil je ervan. Oh.
Mail, Lolcats, ik ga even kijken hoor. Lars van, what the fuck? What the fuck, fuck, what the fuck? Nou, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even wat likes achter. Wil je in de volgende episode een ijsbeer of een ander dier? Laat het even achter in de comments. Degenen die het vaakst dat dier doen in de comments. Niet spammen, maar gewoon het dier wat het vaakst voorkomt. Reuze of gratis zwijn, 1 gaat jonkbaar. Oké, maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer, like, favorite, comment en subscribe. Volg mij op Twitter, @ShadowGames23. Volg mij even op Instagram. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later met ze.